Hallo jullie allemaal, hoe gaat het met jou vandaag, ondanks deze verschrikkelijke crisis? Je weet wel dat ik tevreden ben met mijn eigen eufonium, het is heel leuk, maar ik ben nog steeds niet gerend met de valves. Hoe zeg je? Piston valves in het Nederlands. Hoe zeg je het nou? Ik wil graag weten. En hoe zeg je the slide? The slide. Yeah, slide valves. Yeah, en waarom moeten we de trombone zeggen? En waarom moeten we het euphonium zeggen? Wat is er nou daarvan? Ja, wat is er nou de kracht daarvan? Ja, dat klopt mensen. Wij Engelsen zeggen, what's the crack? En jullie Nederlands sprekende mensen zeggen, wat is er aan de hand? Ik weet niet, maar wie ook weet het. Wie ook weet het. Oh ja. I swear to God. Hoe zeg je, I swear to God? Oui. Engels en Nederlands hebben heel veel grappige valse vrienden van worden. Een bijvoorbeeld gaat om vloeken. Een vlokenwoord. Ja. Yeah. Tussen de twee talen, kunt. Ja hoor, kunt klinkt als een slechte woord in het Engels, maar niet in het Nederlands. Kunt bedoelt een conjunctie, hoe zeg je formal? Formal conjunctie, bestaat om een formal conjunctie van kunnen. To be able, and cut, hetzelfde vloekwoord bedoelt cut in het Engels, ja, in het geval dat je vraagt je af, cut, ons infinitief werkwoorden voor to cut is snijden. Denk eraan als je een Nederlander iets zeggen hoort, zoals je kunt het wel, hij vloegt niet tegen jou, hij zegt you can do it. Ja, je kunt het wel, ik geloof in je. En, kut bedoelt ook, rock twat. Als iets heel erg slecht gebeurt. Ja, dat kan me helemaal niet schelen. Als jullie Engels sprekende mensen kunnen me helemaal niet verstaan. Dus daarom moet je Nederlands wel leren. Ja, ik speel een van mijn videogames, Spyro Reignited Trilogy in het Nederlands. En natuurlijk begrijp ik helemaal nauwelijks. Maar ik speel het toch. Ja, ik kan me herinneren in de meestal van de dialoog toen ik een kind was. En is dat mijn voordeel, soort van? Ja, en heb je Sonic Adventure 1, de originele Sonic Adventure, gespeeld? Oh, alzo, dan kreeg je wel, zeg je preview? Ja. Geef het toe, mijn Nederlands is niet erg goed. Elke keer als ik mijn Nederlands op Duolingo oefenen, maak ik
altijd heel veel fouten, want ik kan het, allemaal niet herinneren. Anyway, in Sonic, in de originele Sonic Adventure voor de Dreamcast, zeggen de characters, hoe zeg je, slightly andere dingen. De van het begin van de game, toen Sonic, Tails van van zijn tornado ongeluk gered in het hotel van Station Square, zeggen ze slightly verschillende dingen. En ik keek ook naar drie playthroughs van Spyro Reignited Trilogy in het Nederlands, en volgens mij kan ik klein stukjes daarvan begrijpen. Ik lack confidence. Ik ben vergeten hoe je confidence moet zeggen. En ja, het is heel moeilijk om een kind, Nederlandse kind, om Engels te leren. Net zoals als ik voor mij om het te leren. En ik leer al 3 jaar. En ik heb nog steeds niet deze taal onder knie, want ik wil nog veel leren. En ik hoop van harte dat jullie allemaal veilig blijven en voorkomen te avoid het coronavirus. Zover. Net als altijd, blijf veilig en blijf thuis als je dat kan. Doei, tot de volgende keer.